een rintje. Weense lucht. Hey! Welkom terug, dokter. Hey jongens, een rode! Hoorde ik daar jou als kosthuis beledigen? Man, don erop. Don erop? Ik don het niet op, jij don het op! Goedemorgen. Mijn naam is Gilté. Dokter Gilté. Komt u verder. Prachtig. Ach, het zijn net kanariepieten. Praten kunnen ze niet, maar zingen. Hou daarmee op! Hou daarmee op, zeg ik u! Dit kind dat gij toejuicht als van koninklijke bloede... is niet gewettigd, dokter Troon! Mijn naam is Gilté. Ah, dokter Gilté. Rinus Vermeer, hoofdverpleger. Welkom. Gaat u mee? Ik beval u daarmee op te houden! Prins Alexander. Prins Alexander? Wijlen Prins Alexander, ja. De jongste zoon van de oude koning. Ik mag hem ook gewoon patiënt nummer 4 noemen. Als u dat maar nooit doet in zijn bijzijn. Jan, beste jongen. Welkom. Ik begon al te vrezen dat je nooit terug zou keren. Mijn allerbegaafdste leerling. Of mag ik nog wel mijn leerling zeggen? Laat ik je zeggen dat ik erg gevleid was dat je nog bij je oude leermeester wenste te promoveren. Al besef ik uiteraard dat je niet voor mij bent teruggekeerd. Maar voor jouw verleidelijke fiancé. Ja, sinds ik jouw brief heb ontvangen, verheug ik me er namelijk op... die theorieën van die dokter Freud van jou eindelijk eens uit de eerste hand te vernemen. Maar nog veel meer verheuging me erop daarover met jou te debatteren. Ik las onlangs over zijn psychocatastische behandeling in zaken hysterie. Weerstand en verdringing, professor de Zwaan. Dat zijn de grondpijlers van de nieuwe neuroseleer. Professor Freud heeft er al verbluffende resultaten mee behaald. Er zijn regressiehypothese bij schizofrene patiënten. Het onderzoek daarna zou ik hier graag willen voortzetten. Maar dan bij patiënten wie oorspronkelijke persoonlijkheid geheel verdwenen is. Aan schizofrene geen gebrek hier, hè? Toe. Het is een bijzondere dag vandaag. Op Juliana. Op Freud. Rinus. Baden om de onrustige patiënten te kalmeren. Jantje! Hoogheid. Les affaires entomologiques, Jean.
Jantje, ik denk dat zijn hoogheid naar de tuinen wil. Weet je? Ach, kijk. Een nieuwe lakei. Hoe wordt hij behandeld? Oh, Jan, ik ben onvergeeflijk. Jij hebt natuurlijk een lange reis achter de rug. En ik weet niks beters te verzinnen dan je te overdonderen met een rondleiding. Orines, wees jij zo vriendelijk dokter Giltee's koffers te halen terwijl ik hem naar zijn kamer breng. Ik had je gewaarschuwd. Niet echt geschikt voor het stichten van een gezin. Als jij me niet op mijn hart had gedrukt dat slechts tijdelijk was, had ik het je nauwelijks aan durven bieden. Zwift. Bal je. Het is meer dan een gerucht, meneer Verduin. Nee. Alleen over waar het document zich zou bevinden bestaat nog onzekerheid. Maar ergens staat het, zwart op wit, dat onze koning Willem III door zijn veelvuldige romances een ontuchtige ziekte zou hebben opgelopen met een onbenijdenswaardige complicatie. Dan weet je het wel. Onvruchtbaar, Evelien. De koning zou op latere leeftijd onvruchtbaar zijn geworden. En wat betekent dat? Dat betekent dat koning Willem III onmogelijk de vader van Wilhelmina kan zijn geweest. Als ik dat nou eens in onze krant kon publiceren. Meneer Verduin, het geslacht van Oranje is met koning Willem III uitgestorven. Daar ben ik van overtuigd. Alleen moeten we daarvan nu nog het bewijs niet te vinden. Om het onwetende volk dat feest viert om een bastardprinsesje daarvan op de hoogte te stellen. En daarvoor moet jij naar je ouderlijk huis. Hoezo? Omdat, freule, leden van de hofkliek kwamen jagen op jullie landgoed. Jouw vader was een bekend man in Hofkringen. Dat heb je mezelf verteld. Ik ben er zelfs achter gekomen dat hij een correspondentie onderhield met ene Philip Weitzel. Minister van Oorlog. Die op zijn beurt bevriend was met Alexander. Nou, Alexander die koesterde een diep gewortelde haat tegen zijn vader. Hij verzamelde alle schandalen over hem die hem ter oren kwamen. Het is heel goed mogelijk dat die Weitzel daarover iets aan jouw vader heeft laten doorschemeren. Daarvoor moet jij naar je ouderlijk huis. Stel je nou eens voor. Eén simpel document. En het hele koningshuis in één keer. Rinus? Wij staan aan het begin van de 20e eeuw. Weet jij hoe professor Freud zijn patiënten geneest? Met een divan. Schaduw. Dit is het verblijf voor vrouwen de vijfde klasse. Leidsters aan krankzinnigheid.
Welke categorieën zijn er? Dolheid, melancholie, amnesia, insania toxica, zenuwzwakte, hysterie, van alles. Idioten, imbecielen. De bekende vormen van paranoia en dementie. Plus altijd weer wat onbekende vormen. Verdeeld over 5 klassen. Naar afkomst, inkomsten. Dit zijn de separeerkamers. Heb je de sleutel? Ja, maar... Doe eens open. Dit is de separeerkamer. Hier zitten alleen maar patiënten. Vriend, zou je zo vriendelijk willen zijn deze deur voor mij te openen? Nu. Wat is dit? Het is zeegras. Het is rustgevend. Kijk uit! Dokter! Dokter! Ik ga hulp halen. Nee, doe de deur dicht. Met deze patiënt valt niks te beginnen. Zelfs dokter doe de Zwaan... Doe de deur dicht! Kijk me aan. Kijk me aan! Goed zo. Goed zo. Blijven kijken. Je bent moe. Je wilt slapen. Wat is er? Een nieuwe dokter. Deze patiënt leidt aan amnesia. Die hoort niet gesepareerd te worden. Rinus ziet erop toe dat hij verschoond wordt en op zaal komt te liggen. Dat is de dochter van Leeuwen. Oh, Gilté. Aangenaam. Deze dag van de arbeid, burgers en kameraden, is een droevige dag. Het volk juicht tegen beter weten in. Voor de geboorte van een arm schaap. Een schaap met een kroontje op de kop. Er is geen meer verouderde instelling in de maatschappij dan het koningschap. Het koningschap kweekt domheid en onwetendheid. Daar het wordt voorgesteld, omdat het wordt voorgesteld als van God te zijn ingesteld. Maar het is een machtsmiddel van de bezitters, waardoor het volk wordt onderdrukt. Neem ze vast. Evelien! Evelien! Kom bij. Gekozen volksvertegenwoordiger. Schoft, vuile moordenaar. Stop, rode hoer. Ik zei stop, rode hoer. Kijk nou, de dochter van jonkheer wel. Maak dat je wegkomt. En wees blij dat ik rekening houd met de naam van Wijl uw vader. Ferdinand.
S, S. D, E, F, S. Kindje, oefen jij eigenlijk wel iedere dag? Begin maar weer van hier, samen. 1, 2, 3. Jij bent veel te aardig voor je leerlingen. En daar schiet niemand wat mee op. Kom, gewoon nog een keer. En 1, 2, 3. Wat zou je ervan zeggen als we het voor vandaag hierbij laten? Dag, meneer. Je hebt daar niet eens huiswerk meegegeven. Tante Carla, pianoles moet leuk zijn. Het is muziek. Er bestaat geen muziek zonder plezier. Wij gaan even een boodschap doen. Ja, goedemiddag, mevrouw Wouters. Aangenaam weer even met u gesproken te hebben. Jan, je moet me iets beloven. Dat ik van je hou? Nee, ja. En dat we nu eindelijk heel snel gaan trouwen. Nee, ja, nee, ja. Je moet me beloven dat we snel een huis vinden. Een huis waarin mijn vleugel past. Dan kan ik daar zo snel mogelijk les geven, ook al zijn we nog niet getrouwd. Dat beloof ik. Ik heb ook iets voor jou, wacht. Ik wacht wel even buiten. Nee, niet hier. Niet hier. Waar gaan we naartoe? Een bonbon? Uit je vaderland? De sleutel van ons nieuwe huis. De sleutel van jouw slaapkamer. Mijn shitknoopjes. Straks denkt iedereen nog dat ik een rijke dokter ben. Een chique dokter. Een moderne dokter. Een gekke dokter. Wij gaan sluiten, dames en heren. Mevrouw, meneer. Het is het einde van de dag. Ik wil ook graag naar huis. Thank you.
Dokter. Dokter. Morgen. Dokter Desman had dit zien staan. Huis hier in de buurt, niet al te scherp geprijsd. Oh ja, u kunt ontbijten in de keuken. Ze weten ervan. In de keuken? Ja. Zijn hoogheid wenst de courant te lezen. Heeft zijn hoogheid heel even een momentje? Alsjeblieft. Hoogheid, ik zag zojuist een Atalanta. Waar, waar? Daar in de struik. Deze patiënt mag onder geen beding een krant onder ogen krijgen. Waarom niet? Omdat Jan deze patiënt werkelijk Alexander meent te zijn. Ja. Prins Alexander is overleden in 1884. Daar zit hij, Hoogheid. Ziet u hem? Ziet u hem? Hij is al 25 jaar dood. Begrijp je? Bedoelt u dat zijn tijdsbeleving is blijven stilstaan? Maar dat is uniek. Professor Freud heeft daar een interessante theorie over in verband met zijn regressiehypothese. Alleen beschikte hij tot nu toe niet over een geschikte casus om zijn theorie aan te toetsen. Professor de Zwaan, als ik voor mijn promotie deze patiënt... Ja, maar u beschikt hierover een unieke kans voor de psychoanalyse. Als professor Freud. Nee. Waarom niet? Deze patiënt is oud. Hij zit hier al 25 jaar. Voorzichtig nu, Hoogheid. Heel langzaam. Ja hoor, daar gaat hij, daar gaat hij. Deze man... valt niet met hem te bereiken. Helemaal niet. Ja, ja. Oh, bijna. Nou, heb ik u te veel beloofd voor het luttele bedrag van 1000 gulden? Vraagprijs hoor, 950. En dit is dan de hal. En als we hier dan doorlopen, komen we bij de ruime salon. Een goede vakman heeft het zo weer voor elkaar, hoor. Ik weet precies wie u daarvoor nodig heeft. Nou, je ziet het, hè? Open haard, elke op het zuiden. En nu behang ik je tegenaan en het is goed als nieuw. Ik kan u overigens van harte mijn zwager aanbevelen. Het is een uitstekende vakman. Die heeft dat zo weer voor elkaar. Het is echt een puur sangbanger. Ach,
Even een vloertje erin, nietwaar, meneer... Gilté. Gilté? Toch geen familie van Gilté en zo'n dakbedekkers, hè? Nee. Oh, wat dat zijn uitstekende vakmensen, hoor. Die hebben dat zo weer voor elkaar. En wat doet u voor de kost, als ik vragen mag? Een psychoanalyticus. In een archief en zo. Mijn verloofde is arts. Arts? Maar meneer Gilté had toch meteen gezegd. Dan heb ik precies wat u zoekt. Dat u toch al een beetje verkocht bent, dokter? Ja, zoals ik eerder al zei, hè, dit soort huizen zijn zeer in trek bij vele uw collega's. En persoonlijk zou ik het ook heel spijtig vinden als deze kans aan u en aan uw charmante toekomstige echtgenote voorbij zou gaan. Nou, dan laat ik u maar, ja? Mevrouw? Jan, als we nu eens een lening aanvragen. Voor een nog niet gepromoveerde student in een of andere duistere, moderne wetenschap. Maar ik kan met mijn lessen wel wat bij... Katharina, 8000 gulden. Dat sparen we nog geen 20 jaar bij elkaar. En als je nu eens als huisarts zou vestigen... En met een praktijk, hier aan huis. Liefje. Ik wil geen huisarts zijn. Binnen. Marinus, nog niet naar huis? Nee, ik... dokter, ik wilde u wat vragen. Iets persoonlijks. Ga zitten. Geertje, onze oudste. Die is niet helemaal normaal. Sinds de geboorte al niet. Hoe oud is ze? Is net 17 geworden. Op welke afdeling? Ze woont thuis. De dokter heeft zelf gezien hoe het hier gaat. Zelf, mevrouw, met de kleintjes. Soms denk ik... En dan krijgt ze in één keer zo'n aanval. Neem er eens mee. Wanneer het je uitkomt. Rustig maar. Rustig maar. Heb je vliezogeen? Hij weigert injecties. Kijkt u mij eens aan? Bent u door hem gestuurd? Door wie? Ach, nee. Hij heeft het natuurlijk veel te druk met zijn kleine nieuwe bastaard. Hij, dat is uw vader? Gaat u toch zitten? Het gebeurt maar al te zelden dat ik in de gelegenheid ben visiteurs te ontvangen. Wilt u iets gebruiken? Ik,
Dokter, ik denk dat de patiënt nu werkt. Wij richten het woord niet tot u. Dokter Giltee, dit is de patiënt van dokter De Zwaan. En hij staat erop dat alleen verlaat hij... Verlaat deze kamer. Immediato! Ik beval u weg te gaan. Het personeel tegenwoordig. Meneer Sergeant, wilt u iets gebruiken? Laat ons zeggen een Bordeaux 1882. Helaas niet ouder dan 2 jaar. Maar mijn vader schijnt te korten op mijn stipendium. Absurd natuurlijk. Alsof ik een kind ben. Laten wij het hebben over dat bastaardkind. Het tweede, inmiddels. Eerst die Wilhelmina. En nu, koud 4 jaar later, opnieuw een meisje. 2 dochters. Dat zal hem dwars zitten. Vertelt u mij daar meer over? U schijnt werkelijk van niets op de hoogte. Ik was een tijd lang in het buitenland. Zo gaarne had hij een zoon gekregen. Die mij zou hebben verdrongen. Uw vader? Bij zijn Emma. Maar niemand kan de profetie weerstaan. Kijkt u eens. Hoe is uw naam? Giltee. Het is goed om eens een gewoon burger te spreken. Tussen al deze gekken en verplegers. Kende u mijn broer Wiewil? Nee, helaas niet. Van naam, beste man. Van naam. Wie kent hem niet? Nog nooit had onze natie zo'n veelbelovende kroonprins. Daarom heeft mijn vader hem laten vermoorden. Net als Mauritje. Kleine Maurits. En nu wil hij mij laten verdwijnen, voor compagnie. Alles zal hij doen om een andere troonopvolger te krijgen. En nu Van Dijk. Ook vermoord. Arme Van Dijk. Na al die jaren trouwe dienst. Was Van Dijk ook een broer van u? U bent werkelijk lang in het buitenland geweest. Van Dijk. Hij wist van de profetie. U bent een spion. Een spion van mijn vader. Hoe sluw! Toegevoegd aan mijn hofhouding onder het mom dat u een tijd lang in het buitenland verbleef. Jamais. Jamais! Personne nous empêche de réaliser la prophétie de ma chère maman. La vraie reine du royaume. Sophie. Kijkt u mij eens aan. Eugenie Marianne. Prinses de Württemberg. Apprentia. Kijkt u hier. U bent moe. U wilt slapen. Uw oogleden zijn zwaar. Ze worden steeds zwaarder. U wilt ze openhouden, maar ze zijn zo zwaar. Wat voor een dag is het vandaag? 2 mei. Van welk jaar? 1884. En morgen? Morgen. Wat voor een dag is het morgen? We moeten voort. Mijn beste Van Dijk. Waar waren we gisteren gebleven? Wij waren juist toe aan uw vaders affaire met mademoiselle d'Ambre, hoogheid. Ja, schrijf op.
Daarvoor was zij de maîtresse van mijn broer Wiewil. Stel je voor, 1 jaar na mijn mans overlijden, kondigt hij aan in de ministerraad. Monsieur, u heeft een nieuwe koningin. Een van die excellenties kwam overeind en stotterde: onze gelukwensen, uwe majesteit, zouden we haar naam mogen weten? Waarop de koning antwoordt: naturellement, monsieur. Zij is la comtesse d'Ambre. Waarop al die ijdele nietsnutten verbleken. En weet je waarom, Wanko? Omdat ze allemaal met haar geslapen hadden. De gravin van Ambre, zo durfde zij zichzelf te noemen. Een lichte kooi uit Parijs, die... Zijne majesteit de koning voor zijn hoogheid. Moment. Uw vader is er. Snel, het kistje. Het kistje. We moeten het kistje verbergen. Wat betekent dat kistje voor u? Van Dijk zal het meenemen. Na mijn dood. We moeten het in veiligheid brengen. Wat? Hoe wordt hij behandeld? Niet midden in de nacht in ieder geval. Hij had een aanval van paranoïde hysterica. Daar hebben wij verpleging voor. Rinus? Rinus ziet erop toe dat hij rustig naar bed gaat. Er zijn nieuwe methodes. Oedipus, wel eens van gehoord? Elke man wil in zijn diepste wezen zijn vader vermoorden om met zijn moeder te trouwen. Alleen bij deze patiënt... Deze patiënt is een oude man, Gilte. Dat zei de zwaan ook al. Wij zijn artsen. Jij, ik, de zwaan. Zouden wij een gewone patiënt met een lichamelijke klacht niet behandelen alleen omdat hij oud is? En ook al mag hij dan oud zijn. De wetenschap gaat niet vooruit zonder onderzoek. Deze patiënt is uniek, omdat hij werkelijk meent 25 jaar terug te leven. Door zijn tijdsbeleving is blijven steken. Dat kistje, daar stopt hij misschien wel de tijd in. Kistje? Ja, een kistje dat hij verborgen moet houden. Nou, dat is volstrekt symbolisch natuurlijk. Nou, laat rusten, laat maar. Ja, goeienacht. Het spijt me zo laat nog te moeten storen, om Hendrik, maar... Donker schijnt over het kistje gesproken te hebben. Kom binnen. Ja. Wat zei hij? Tegen de tijd, dan blijkt misschien wat van nabij niet was te zien. Wat in het duister huist van voordien, komt aan het licht misschien tegen de tijd. Tegen de tijd, als tijd verstrijkt en de schaduw van het verleden wijkt, als de onderste steen niet de onderste blijkt. Misschien dat tegen die tijd, wie weet dat dan uitkomt dat dingen nooit gaan als ooit werd gezegd dat ze gingen, dat het zwijgen dicht bij de leugen ligt en de waarheid niet ver van de waan. Tegen
tijd, als tijd het leert, dat geen macht of kracht de waarheid weert. En geen boom is zo oud dat geen tak een keer splijt zal blijken tegen de tijd.